dragen van PBN is natuurlijk ontzettend belangrijk op de bouw. Maar wat heb je nou nodig bij het besturen van de mobiele kraan? In de kraancabine zelf hoef je natuurlijk geen PBM's aan, maar om die kraan op te bouwen heb je ze wel nodig. Nou, als allereerste heb je natuurlijk je helm nodig, een paar goede veiligheidsschoenen en handschoenen. En dan is er natuurlijk nog wat voor speciale veiligheidseisen de klant of opdrachtgever vereist. Wat voor PBM's draag jij allemaal?